3, 2, 1, start. Kom, we maken alles eruit. Kom, 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 kom. Harder, 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 harder. Om de rode. Om de red one. Het bijzondere hier, nou, het is, vindt plaats in Friesland en dat geeft al een extra cachet eraan. De watersporten die hier aanwezig zijn, maar ook de sfeer, de ambiance, de betrokkenheid van de hele omgeving. Iedereen is aanwezig, doet mee en het plezier spat aan alle kanten ervan af. Oh ja. Zie je? De Highland Lowland. Die ook goed. Deze was goed? Ja. Die maakt nog iets korter. Korter. Ik ben ook coach van Herman van Duin en die reed 5 jaar geleden hier rond als een toerist. En nou is het een echte wielrenster, een tweede Marianne Vos. Echt waar, dan ligt ze helemaal op die fiets en dan denk ik jaar na jaar zien groeien. En dat is leuk. Dan jaar na jaar eigenlijk de prestaties van die wielrenners, atleten, zien groeien. Dat is pas echt leuk. Hey, Herman, goed gedaan. Jij bent eigenlijk de Marianne Vos van het wielrennen, of niet? Ja, zo voel ik me wel een beetje inderdaad, want dat is ook echt mijn favoriete. En zij is wel mijn grootste voorbeeld, zeg maar. Voor ons maakt het bijzonder omdat we gewoon gezien hebben, gemerkt hebben dat de sporters daar veel zelfstandiger door worden. Door te sporten, door samen zo'n weekend als hier in Friesland met elkaar te zijn. Ja, het zelfredzame daarin, dat vinden we heel belangrijk. Hoe bijzonder vind je dit? Heel bijzonder om mee te maken. Ook gewoon tot nu de mensen met beperking in de spotlight staan in plaats van de andere mensen die niks hebben. De emotie. Het is, elk moment raakt je. De sporters zijn zo gedreven, zo puur. En daar doe je het voor.